voor die paar mensen die er nog nooit van gehoord hebben, kan jij nog één keer vertellen wat Jeugddorp nou precies is? Ja, dat kan natuurlijk. Jeugddorp, dat is een vakantieactiviteit voor kinderen tussen de 6 en 12 jaar. Dat organiseren we ieder jaar in de middelste 2 weken van de zomervakantie. En dan gaan we 2 weken lang gaan we hutten bouwen. We gaan knutselen, we gaan sporten, we gaan toneel spelen. We doen allerlei workshops van professionals en vrijwilligers uit de omgeving die iets leuks willen meebrengen. En dat doen we eigenlijk ieder jaar weer op de middelste 2 weken van die zomervakantie. Wanneer is het dit jaar? Weet je dat al? Ja, 5 tot en met 16 augustus. We zijn heel erg laat dit jaar. Ja, maar de zomervakantie is volgens mij ook erg laat. Dus dat klopt. Ja. En hartstikke leuk natuurlijk. En voor wie is dat nou bedoeld? Want ik zei net in de intro dat het is voor kinderen die eigenlijk niet op vakantie gaan. Maar zijn jullie zo streng of mag ieder kind die het leuk vindt gewoon komen? Nou, we zijn zeker niet zo streng. Dat is wel de oorspronkelijke doelgroep. Dus we hebben wel destijds, toen jeugdgroep is opgericht, dat is al best een tijdje geleden. Toen hebben we gezegd van, hey, dit is voor kinderen die niet op vakantie kunnen, om ze een vakantie in eigen stad te bieden. Maar inmiddels zeggen we van, joh, iedereen is welkom. En dat moedigen we juist heel erg aan. Omdat dan juist die kinderen die elkaar anders niet zouden zien, de kans krijgen om elkaar te leren kennen en met elkaar te leren spelen. Stel nou dat je zit te luisteren en je denkt, dat is iets. Hier wil ik mijn kinderen naartoe sturen. Kan je dan je kinderen nu al opgeven? En wat kost het? Want er zijn natuurlijk ook mensen die daar nu al rekening mee moeten houden. Ja, zeker. Je kan je nu al opgeven. Dat is geen reservering, maar het is gewoon meer een, hey, wij willen graag komen. De kaartjes die kosten €6,50 per dag. Of als je een vakantiepas hebt, wat de meeste kinderen in Leiden krijgen, €5,50 per dag. Maar we hebben ook kaarten voor 5 dagen. En die kosten €26 of €22. En voor de mensen die echt heel erg weinig te besteden hebben, kunnen er goedkopere kaartjes aangevraagd worden. En die kosten €1 per stuk. Zo, dus eigenlijk is het voor iedereen bereikbaar. Dat is wel de bedoeling, ja. Nou, weten we wat Jeugddorp is? Dit jaar, ik heb even mijn huiswerk gedaan voor de 53ste keer. Ja. Jij organiseert het niet voor de 53ste keer, schat ik zo in. Nee, want ik ben 26, dus dat ga ik niet redden. Nee, het is voor mij de 7e keer dat ik erbij ben. Ja, en een aantal jaar geleden hebben jullie de organisatie als vrijwilligers helemaal overgenomen van een professionele partij die het altijd organiseerde. Gaat dat nog steeds goed? Ja, dat gaat nog steeds goed. We hebben sinds september een nieuw bestuur. Of althans, een bijna nieuw bestuur, want ik zit er nog steeds bij. Ik ben niet weg te krijgen. En eigenlijk gewoon weer een heel fris nieuw team die zegt van, oké, en dit willen we gaan doen. En we willen Jeugddorp helemaal goed op de kaart zetten en het weer één groot feest maken. Ja, maar bij een groep vrijwilligers hoort ook dat je altijd extra handjes kunt gebruiken. En daar zitten we een beetje voor vanavond, want jullie zijn op zoek naar mensen. Ja, dat klopt. Zoals je zegt, je kan altijd extra handen gebruiken. We hebben een hele grote groep met vrijwilligers die graag terugkomen ieder jaar. Maar ja, zoals dat gaat, het leven gaat door. Mensen gaan studeren, mensen gaan trouwen, krijgen kinderen. En die zeggen van, nou jongens, dit jaar niet of helemaal niet meer. En dan is dat fijn als we nieuwe mensen leren kennen. En een van de leukere dingen aan Jeugddorp vind ik dat, ondanks dat het een hele echte groep is, dat je wel er heel makkelijk in terecht kan komen. En dat heb ik 7 jaar geleden al gemerkt. Maar dat merk ik nu nog steeds ieder jaar weer. Dat een nieuw iemand binnenkort keer in de groep is opgenomen. En ik denk, oh, alsof je er al jaren bij bent. Hoeveel tijd kost dat? Dat is eigenlijk helemaal aan jezelf. In principe zeggen wij van, we hebben het liefst dat je 2 weken lang iedere dag komt. Maar ja, dat is niet voor iedereen haalbaar. En dat weten we. Dus hebben we gezegd van, goh, hey, al kom je maar een dag of je komt een ochtend. Wat bij jou past en bij jouw mogelijkheden past, daar gaan wij ons op aanpassen. En is het dan echt alleen gedurende die 2 weken dat je nodig bent? Of heb je de rest van het jaar om de week een vergadering en moet je allerlei stukjes schrijven? Wel als je in de organisatie gaat, dan wel. Maar nog steeds niet om de week hoor, maar dat is 1 keer in de maand. Maar de vrijwilligers die echt voor het jeugddorp zelf komen, want het overgrootste deel is van de vrijwilligers, is het echt die 2 weken. En dan hebben we in aanloop naar Jeugddorp hebben we een trainingsdag en scholingsavonden. En natuurlijk reunieën. Maar dat is eigenlijk allemaal wat je zelf wil en wat je zelf leuk vindt. Wat moet je doen om je op te geven als vrijwilliger? En misschien ook niet geheel onbelangrijk, waar moet je aan voldoen om je op te mogen geven als vrijwilliger? Het belangrijkste vinden wij dat je affiniteit hebt met kinderen. Dus dat je het leuk vindt om met kinderen te werken.
Dat je ook inziet dat het best hard werken is. Maar dat je vooral heel veel energie en een goed gevoel voor humor meeneemt. En dat wil echt niet zeggen dat we van je verwachten dat je van 9 tot 4:30, want zo lang duurt het, alleen maar staat stuiteren. Maar wel dat we van je verwachten dat je er in ieder geval positief bent voor die kids en dat je ze helpt daar waar nodig, maar ze vooral aanmoedigt om het lekker zelf te doen. Wij vinden het heel fijn als je ervaring hebt met kinderen. Dat vinden we echt fantastisch. Maar dat is geen must. Je kan ook bij ons komen te zeggen, ik wil die ervaring op gaan doen. Dus dat is eigenlijk wel heel erg belangrijk. Moet je nog een opleiding gedaan hebben? Nee hoor. Nee, we hebben vrijwilligers vanaf 14 jaar. Dus je kan moeilijk van hen verwachten dat zij al een opleiding hebben gedaan. Oh ja, die zitten in ieder geval nog op school. Dat weet je zeker. Dat zeker, maar ik verwacht niet dat ze SPH of pedagogiek of wat dan ook hebben gestudeerd. Ik denk wel dat het voor studenten van die opleiding een ontzettend mooie aanvulling is. Maar nee, dat is zeker geen verplichting. Nou, dat lijkt alsof iedereen die dat leuk vindt dus mee kan doen. En je kan dus al als je 14 bent, kan je al opgeven als vrijwilliger. Maar ook als je 40 bent en ook als je 60 bent. Nou, dat klopt. Dat zeg je heel goed. Ja, vanaf 14 ben je zogeheten vrijwilliger in opleiding. Dat klinkt heel fancy. Dat betekent eigenlijk dat we alle vrijwilligers tussen de 14 en 18 jaar wat extra coaching geven. Dus dat betekent dat je onder andere met mij ongeveer om de dag een gesprekje hebt met hoe gaat het? Zie je het allemaal nog zitten? Wat gaat er goed? Wat kan er beter? Is jou iets opgevallen wat wij beter kunnen doen? Dat is eigenlijk een heel erg open gesprekje. En dat doen we met alle vrijwilligers in opleiding tegelijk. Dus niet één op één. Maar we hebben inderdaad ook vrijwilligers die reeds de pensioenleeftijd bereikt hebben en op deze manier nog bij willen dragen. Nou, stel dat je zit te luisteren en je denkt, ach, ik heb toch 8 weken zomervakantie en ik ga 2 weken naar Spanje en de rest van de tijd heb ik nog niks gepland. Is het misschien hartstikke leuk? En wat je ook al zegt, ja, voor studenten is dit natuurlijk onwijs een leuke kans. Het is weer eens wat anders dan een stage. Je wordt niet beoordeeld en je kan toch een heleboel uitproberen. Over een heleboel uitproberen gesproken. Ik neem aan dat jullie ze ook van tevoren, ja, je zei al, we krijgen een kleine opleiding. Maar je zal wel tegen de mensen moeten zeggen, dit moet je vooral wel doen en dit moet je vooral niet doen. Want je wil niet dat er een hele groep zit te huilen bijvoorbeeld. Of dat ze ruzie met elkaar gaan maken of zoiets. Ja, zeker. We hebben sowieso met alle nieuwe vrijwilligers altijd even een intakegesprek. En daarin leggen we sowieso uit wat we doen en waarom we doen en waarom we bepaalde regels en beleidsplannen hebben geschreven. Maar we hebben ook ieder jaar een trainingsdag waarop we dat soort dingen ook weer uitleggen. Dus je wordt echt niet in het diepe gegooid. We zijn er voor je om wel te leren, zeg maar, hoe het bij ons gaat. Hoe voorkom je nou dat er ook mensen op afkomen? Helaas, in deze tijd moet je daar ook rekening mee houden, die misschien hele andere plannen met die kinderen hebben. Ja, dat is zeker iets waar wij ons ook zorgen over maken. We vragen daarom altijd VOG's aan voor alle vrijwilligers. Nou blijft een VOG natuurlijk een momentopname. Dus wat wij ook hebben gedaan, we hebben een gedragscode opgesteld. En dat is een vrij strenge gedragscode. Maar een van de dingen die daarin staat is ook, als je iets ziet, als je iets hoort, als je iets merkt waarvan je denkt, ik vertrouw het niet, meld het. Meld het bij mij, meld het bij een van de vertrouwenspersonen. En dan gaan we erachteraan. En dat betekent heus niet dat we iemand gaan bespringen met die en die zei dat jij dat en dat hebt gedaan. Maar dat betekent wel dat wij dan wel in de gaten gaan houden van wat gebeurt er nou en wat zien wij. Want we zijn er echt alert op. Nou, je kan je kinderen dus veilig naar het jeugddorp brengen. Daar heb ik alle vertrouwen in. Hoe kan je je opgeven als vrijwilliger? Nou, je kan je opgeven door ons te mailen via vrijwilligers@jeugddorpleiden.nl. Nou, vrijwilligers@jeugddorpleiden.nl. Dankjewel, duidelijk verhaal. Wij houden de komende periode, zoals ieder jaar, ik zei het al, contact. En we gaan ook zeker een kijkje nemen bij het jeugddorp dit jaar. En dat is dus, wanneer in augustus ook alweer? 5 tot en met 16 augustus.